We zijn op het ombudsplein van de Nationale Ombudsman, waar alle klachten en signalen binnenkomen. Reinier van Zutphen, uw jaarverslag over 2021 is gepubliceerd met duidelijke boodschappen aan de overheid. Laten we eens kijken naar de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Maakt u zich zorgen, meneer Remkes, of het gaat lukken? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als ik vol overtuiging was dat dit allemaal zou gaan vliegen, dan had ik hier iets anders gestaan. Natuurlijk maak ik mij daar zorgen over. Ik vind ook dat het te lang duurt. We zien informateur Remkes in september vorig jaar. De formatie was toen al maanden bezig. En in uw jaarverslag met de titel De burger kan niet wachten, beschrijft u het jaar 2021 van demissionaire stilte en bestuurlijke introspectie. Maar wat bedoelt u daar precies mee? Nou, dat de burgers heel weinig van de overheid hebben gemerkt. Hè? Activiteit was er heel weinig. Als ik kijk naar wat er in Groningen niet is gebeurd. Als ik kijk wat er met het herstel van de toeslagenaffaire niet is gebeurd. Als ik kijk wat er in Zuid-Limburg naar de watersnood niet is gebeurd. Daar had veel meer gemoeten als het om de burger gaat dan er het afgelopen jaar is gebeurd. En het was heel stil in een demissionaire fase waarin we eigenlijk een regering hadden die niet echt regeerde. Ja, daar hebben de burgers wel heel veel last van gehad. Goed voelbaar vannacht. De aardbeving in Galsweer in Groningen had een kracht van 3,2. De zwaarste sinds 2019. En de Groningers zijn er voorlopig nog niet vanaf. De situatie in Meerse Rijkswaterstaat heeft vandaag code rood afgekondigd vanwege de hoge waterstand in de rivier de Maas. Waterpeil is er nu zelfs hoger dan tijdens de grote overstromingen in de jaren 90. Het gemeentehuis in Hoge Zand. Uren in de rij voor 10.000 euro om je huis in het aardbevingsgebied op te knappen. U heeft in 2021 regelmatig aandacht gevraagd voor de voortgang van de hersteloperaties. In uw eerste rapport, waarin u melding maakt van burgers in de knel door de toeslagen, dat dateert uit 2017. Vindt u dat de overheid deze hersteloperaties in 2021 goed heeft aangepakt? Ik heb een lange kritiek op de manier waarop de overheid het aanpakt. Dat herstel, met name in de toeslagenaffaire. Maar je ziet het ook in Groningen. Die doet het ook al heel lang voordat mensen hun woningen versterkt zien. Voordat ze schadeloos worden gesteld. Voordat er herstel plaatsvindt. Geldt inmiddels ook voor Limburg, waar de watersnood heeft geheerst. Ik denk dat er wel een soort van inzicht ontstaat bij de overheid als ze die drie grote zaken naast elkaar zetten, dat ze het verkeerd hebben gedaan en nog niet op het goede spoor zitten. Dat moet natuurlijk wel gebeuren, want 2017-2021 is 4 jaar en we zijn er nog lang niet. Dus ik zou zeggen, de burger kan nu echt niet langer wachten. Het wordt misschien wel tijd dat de overheid een keuze gaat maken. Gaan we deze bedrijven die we door de lockdowns hebben geholpen nu alsnog verder in de problemen brengen en nemen we de gevolgen op de koop toe? Of komt het er toch op aan dat we een pardonregeling moeten inrichten voor al die ondernemers die genoodzaakt waren om uitstel van belasting aan te vragen? Het jaar 2021 was het tweede coronajaar met veel beperkende maatregelen. Ondernemers hadden het moeilijk. Er kwam ook steeds meer weerstand. Hoe kijkt u hierop terug? Ja, we zagen ondernemers echt in steeds grotere moeilijkheden komen. We hebben ook een meldpunt geopend. 500 mensen hebben gereageerd. Dat is voor de ombudsman best veel als ondernemers zich op die manier massaal tot ons wenden. Het ging vooral over allerlei vragen die ze hadden rondom die ondersteuning. Het ging ook wel over of ze allemaal wel op dezelfde manier werden behandeld door gemeenten. We zagen ook dat de overheid heel snel was, hè, met het ondersteunen. Dus er is heel veel snel werk verricht, waardoor bedrijven wel overeind zijn gebleven. Maar na verloop van tijd zagen we ook dat het weer ingewikkelder en moeilijker wordt voor bedrijven. Waar we nu op dit moment zijn, is dat ja, die regelingen zijn er niet meer, afgebouwd, moet worden terugbetaald. De fiscus vraagt weer, de Belastingdienst zegt, je moet weer gaan betalen. Dus ik verwacht wel dat er nog heel veel nodig is om de mensen die, nou ja, vooral het midden- en kleinbedrijf, ZZP'ers vooral, die moeten we echt heel goed in de gaten houden de komende tijd, want die gaan het nog heel moeilijk hebben. Nogmaals, die overheid heeft best heel erg zijn best gedaan aan het begin, maar moet nu wel zijn best blijven doen. Dat was een mooi en belangrijk gesprek, denk ik. Ja. U heeft gesproken over het vertrouwen van de... Ja, dat kunt u wel raden. Het gaat over het vertrouwen. Ja, dat is natuurlijk iets waar ik in mijn dagelijks leven heel veel mee te maken heb als ombudsman. Ja. En de vraag die we natuurlijk met elkaar op tafel hebben, die de informateur op tafel legt, is hoe zorgen we er nou voor dat dat vertrouwen terugkomt? Nou, volgens mij moet die overheid zich eerst eens even realiseren voor wie ze eigenlijk aan het werk zijn. Ik zie dat in de toeslagaffaire, maar ook in allerlei andere zaken die we hebben onderzocht, dat eigenlijk men het zicht kwijt is geraakt op degenen die door de overheid geraakt worden. En dat zijn ook vaak de mensen die overheid zo hard nodig hebben. Dus de burger is uit het zicht geraakt. U zat bij de informateur in april vorig jaar. Het zicht op de burger stond toen centraal. In het jaarverslag geeft u aan dat de overheid te makkelijk maatwerk belooft als het ergens misgaat. Is maatwerk dan geen goede oplossing? Maatwerk wordt nu heel veel gebruikt om een soort van oplossing voor allerlei problemen te creëren.
Dus als iets gaat mis, dan gaan we maatwerk leveren. Dat is niet de goede manier. Het gaat erom dat de systemen in orde zijn en daar mankeert veel aan bij de overheid. Het gaat erom dat beleid en regelgeving, wetgeving eenvoudig is. Dus als we de systemen op orde hebben, de wet en regelgeving eenvoudig hebben, de goede professionele ruimte geven aan onze ambtenaren, dan loopt al heel veel goed. Blijft er nog steeds wel iets over. Hè? Er zullen altijd dingen misgaan. Daar gaan we dat maatwerk leveren. Maatwerk is niet de oplossing voor slecht beleid. En maatwerk is ook niet de oplossing voor slecht functionerende systemen. Tot slot, wat is uw oproep aan de overheid? Laat de burger niet langer wachten. De burger kan niet wachten. Dat is al te lang het geval. Er moet veel te veel gebeuren. Er zijn wel plannen, maar er is nog niet genoeg uitvoering. Dus begin. Start. Doe het goede. Maak die verwachtingen waar. Zodat het vertrouwen terugkomt. Het is wel een enorme opdracht, maar er moet nu echt een start gemaakt worden. De burger kan niet wachten.